De spelers van de Graafschap vieren feest met hun fans. Een enorm contrast met Go Ahead, want die club degradeert door de 1-0 zegen van de Doetinchemmers in Deventer. De man van het beslissende doelpunt is invaller Vincent Vermeij. Mooi moment voor mij. Je ziet de ontlading ook. Zo'n goal kan je eigenlijk niet rustig vieren. Dus daar was ik ontzettend blij mee. Het jonge elftal van trainer Jan Vreeman blijft knap overeind. Doelman Hidde Jurjes blinkt uit en houdt het hoofd koel in de heksenketel van Deventer. Ja, gisteren op Twitter kreeg ik een berichtje van Go Ahead Eagles fansite van er is wel een keepertje van mij 21 jaar en die maken we wel gek. Maar je ziet dat als wij een doel hebben dat we ons niet zo snel gek laten maken. En vaak als het slecht gaat wordt er ook gezegd, ja is logisch, is een jonge ploeg. Is ook zo. Maar ja, nu moeten we er wel staan en je ziet dat iedereen er wel staat op het moment dat het moet gebeuren. En dan hebben we misschien wel praatjes, maar we staan er wel. Dus dat is toch top. De Graafschap is nu nog maar 2 wedstrijden verwijderd van de Eredivisie. En nu het doel zo dichtbij is, willen de Doetinchemmers het ook halen. Uiteindelijk 1 ding telt maar, dat is dus die promotie pakken. Anders heb je niets. Dan is het wel misschien leuk geweest, maar uiteindelijk doe je het voor de prijzen. Ja, het is eigenlijk niet te geloven. Het is, je kan zo over, wat is het, over 6 dagen kan je zo in Eredivisie staan. Ja, als het nou niet uitverkocht is, dan weet ik het ook niet meer. Ik bedoel, meer dan dit kunnen wij niet doen. En nou is het aan de supporters om allemaal te komen naar die Vijverberg en dan maken we ze helemaal gek dan. Ja.